Nog nooit gegeten aan een dergelijke tafel met monogrammen in glas en servet? Geen behang gemaakt van leer op uw muren? Kasteel Heesen heeft het allemaal wel. Tweede Pinksterdag stonden de deuren van het kasteel wagenwijd open voor het publiek tijdens de Landelijke Kastelendag. Koper de Goot aan het solderen. Een echte ambacht. Ja, zoals het kasteel er ook uitziet. Heeft u meegewerkt aan de restauratie? Ja, ik ben bezig aan de restauratie. Ik kom iedere dag uit Arnhem-Muiden. 170 kilometer. En voelt u zich een beetje een jonkvrouw hier? Een beetje. Maar ik zoek nog steeds mijn ridder. Nog niet voorbij gekomen met het witte paard? Nee. Ook niet op een ander paard? Nee, ook niet op een ander paard. Ezel? Ik denk te voet. Is het ook een beetje een romantisch beeld nog, zo'n kasteel? Ja, dat is heel romantisch. Ik heb zelf vroeger iets van een jaar in een kasteel gewoond. Dus daarom trekt het me ook nog wel. Echt waar? Ja. Waar is het? Het was een verpleegtehuis en daar heb ik in gewerkt. En dan woon ik er zelf op een kamertje, dus dat vond ik... Dat blijft altijd trekken. Ik blijf altijd interessant dan. Ik zei laatst tegen iemand, ik zou zo graag eens in een kasteel slapen. En toen heb ik in België informatie opgevolgd. En toen zei iemand, je kunt in Helmond ook slapen in het kasteel. Maar ik denk dat die kastelen dan helemaal omgebouwd zijn tot hotel. En dat is niet mijn bedoeling. Ik wil gewoon in een hele lege kamer zo. Ook in zo'n te klein bed dan? Zo'n te klein bed en met kettingen aan de deur. Wat heeft u met kastelen dan? Niks. Ik heb vroeger in een oude pastorie gewoond en daar hadden we ook kettingen aan de deuren voor en achter, voor inbrekers. Ja, wat maakt het zo romantisch? Het, uit die vroegere tijd, je ziet de vrouwen voor je in lange kleding en zo, die mooie lange jurken. Ja, doet dan vroeger terugdenken aan de boeken die je leest.